U heeft ook de discussies gevolgd met betrekking tot de uitspraak van het Hof. En de verschillende juristen hebben sowieso verschillende meningen over deze uitspraak. Opmerkelijk is dat een van de discussies die wordt gevoerd, is de discussie over het onverbindend verklaren van de wetsartikelen die in strijd zijn met de grondwet. Ja. Ja, wat gaat nu het rechtsgevolg zijn nadat het Hof deze uitspraak heeft gedaan? Kijk, als je de wet leest en ook als je het vonnis van het Hof leest, zie je dat ze hebben aangegeven dat artikel 9, junto 24 van de kiesregeling, dat die in strijd zijn met artikel 58 van de grondwet. In 144 van de grondwet staat het rechtsgevolg aangegeven. Dat is verankerd in de grondwet. Artikel 444 lid 2 bepaalt namelijk dat als het constitutioneel hof een wet of een artikel van een wet of delen van een wet in strijd acht met de grondwet, dat het gevolg is, staat er direct in, dat direct op die dag, dat was 5 augustus in dit geval, dat artikel onverbindend is. Ja. Het gevolg staat in de wet. Staat ook in artikel 28 van het constitutioneel hof. Ja. Op het moment dat ze een uitspraak doet dat een wet strijdig is met de grondwet of een internationaal verdrag, is dat artikel onverbindend, bestaat niet meer direct na die uitspraak. Dus eenvoudig gezegd, dat artikel mag niet meer gebruikt worden? Absoluut niet, want het bestaat, het is onverbindend. Dus hij is geen onderdeel meer van het recht. Ja. Hij kan zich niet meer eraan houden vanaf 5 augustus. Vanaf 5 augustus. Dus alle besluiten die daarvoor waren genomen, zijn nog van kracht? Natuurlijk, want die waren op basis van een geldig artikel of een geldige wet. Ja. Zo zijn de verkiezingen van 2020, want die discussie wordt ook gevoerd, helemaal geldig. De kiesregeling bestond er, artikel 9 bestond er, was nog niet aangetast. En op basis van een geldige wet zijn de verkiezingen gehouden. Dus discussies alsof DNA ongeldig is en de regering demissionair is, enzovoort, en dat er een of andere een transitieperiode moet komen. Die zijn allemaal eigenlijk niet gegrond op de wet, op de grondwet, wat de grondwet zegt en wat het gevolg is. Bovendien lezen we ook dat, ik weet niet meer welk artikel van de wet constitutioneel hof, dat deze wet voor de toekomst werkt. Het is niet retroactief. Dus hij heeft geen terugwerkende kracht. Ja. En dan mag je in een discussie ook niet zomaar de terugwerkende kracht gaan verbinden. Ja. Het is vanaf de uitspraak, dat staat er, vanaf de uitspraak is het niet verbindend, is het onverbindend. Ja. En dat is dus het gevolg van de constatering van het Hof dat het artikel in strijd is met de grondwet en met Bupo. Ik dacht ook met een van de artikelen van Mensenrechtenverdrag. Yeah. En dat maakt die wet onverbindend. Die bestaat vanaf 5 augustus. Kan je zeggen, bestaat artikel 9 en junto 24 kiesregeling niet meer. Yeah. Maar het werkt niet terug naar 2020. Die is de hele discussie en die stellingen op grond van de terugwerkende kracht, die lopen mank. Yeah. Dat is niet rechtens. Opmerkelijk, u corrigeert mij. Ik heb opgemerkt dat het Hof geen één conclusie heeft gemaakt met betrekking tot de uitspraak. Er zijn wel 7 overwegingen aangegeven, maar er is geen één conclusie. Waarom is dat zo? Ik denk omdat het ook niet echt nodig is als de wetgeving duidelijk aangeeft dat in feite, als je het leest, als je 144 goed leest, en ook de wet op het constitutioneel hof, dan moet er getoetst worden en het resultaat van die toetsing moet bekend zijn. En dat is wel gebeurd.
En als het resultaat is strijdigheid, dan heb je het gevolg in de wet dat dat artikel onverbindend is. Maar het waren inderdaad duidelijker geweest als ook direct was aangegeven dat die artikelen onverbindend zijn. Maar dat hoeft eigenlijk niet, omdat de wetgever heel duidelijk is. Ja. Ze moeten toetsen en als de toetsing uitwijst dat het strijdig is met de grondwet of een verdrag, dan zegt de wet, de grondwet en wet constitutioneel of, dan is het, dat zijn die artikelen of die wet onverbindend. Ja, die discussie over alsof de regering die nu aanzit niet legitiem aanzit vanwege de uitspraak, die discussie wordt ook gevoerd. Maar toch zien wij dat het Hof een opening heeft gelaten. En die opening is dat als de Nationale Assemblée of de wetgevende macht, als het ze niet lukt om binnen deze periode deze artikelen te wijzigen, kan Suriname de verkiezingen van 25 mei 2025 gewoon organiseren op dus basis ik snap, van de huidige. Dus ik snap, eigenlijk is die uitspraak van het Constitutioneel Hof is voor mij fundamenteel fout. Ja. Fundamenteel onjuist. Hoe ga je de verkiezingen van 2025 organiseren als artikel 9 junto 24 kiesregeling onverbindend zijn? Ja. Dat kan niet, want 9 gaat over zetelverdeling. En je kan niet zeggen, als het onverbindend is, direct onverbindend na de uitspraak, kan niet gesteld worden dat je voor de toekomst nog een beroep op die artikelen kan doen. Ja. De regering moet met de meeste spoed die wet gaan wijzigen. Ik weet ook niet waarom deze onjuiste uitspraak gedaan is, omdat de rest toch vrij goed getoetst is en de wetgeving daar is. En het is namelijk fundamenteel onjuist om te zeggen dat die verkiezingen van 2025 ook nog steeds door kunnen gaan, terwijl die twee artikelen niet meer bestaan. Ze bestaan wel, maar ze zijn onverbindend. En de uitspraak werkt voor de toekomst. Dat blijkt ook uit de formulering van de wet. Dus het is onjuist. En ik snap ook niet dat het Hof dat erbij is gaan betrekken, omdat dat ook niet gevraagd is door de verzoeker. Ja, maar in feite dan gaan wij onconstitutioneel handelen als het toch wordt gedaan. Onconstitutioneel, in strijd met de wet. En eigenlijk krijg je dan zullen de verkiezingen van 2025 niet legitiem zijn. Ja. Dus ja. Begrijp je, omdat het niet gebaseerd is op de wet. Als er een andere zijn, ik weet het niet. Ja. Wetgeving is om die rechtsorde te regelen en ons duidelijk te laten maken waar de rechtsorde is. En als nu de wetgeving zegt deze twee artikelen zijn onverbindend, want ze zijn strijdig met de grondwet. Er is geconstateerd dat ze strijdig zijn met de grondwet en internationale verdragen. Dan kan je niet meer een stelling poneren, zeker niet als Hof zelf. Van 25 gaan gewoon door. Ja. Wat is dat? Dus en die motivering is niet duidelijk binnen die uitspraak? Wat ik heb gelezen, want de uitspraak compleet is nog niet bekend. Ik heb dus de summary gelezen. En die summary geeft geen enkele reden om te zeggen wat kan. Maar het kan ook niet. Dus laten we goed nadenken. Het kan ook niet dat wanneer die verkiezing ook komt, of het 23, 24 of 25 is, dat je dat het op basis van de kiesregeling kan. Want een belangrijk ding van die kiesregeling is niet verbindend verklaard. En dat is de zetelverdeling. Ja. Hoe gaat die zetelverdeling plaatsvinden? Ja, en ik zag nog iets opmerkelijk. In een van die argumentatie heeft het Hof aangegeven dat een van de wetten niet getoetst kon worden op basis van een verdrag. Kunt u dat wel begrijpen? Ja, nee. Ik dacht dat het Hof aangaf waar deze artikelen misstrijdig waren en waarmee niet. Ja. Zo hebben ze ook gezegd over 61, dacht ik,
of 66 houdt u het me ten goede. Dat, of 6, ik weet het niet, houdt u het me ten goede. Ja. Dat artikel 9 en junto 24 geen strijdigheid hebben met dat artikel van de grondwet. En ze hadden ook geen strijdigheid met het tweetal verdragen, dacht ik. Ja, oké. Okay. Dus een, nu op dit moment is de opdracht van het Hof is... Guys, gaan jullie werken aan die zetelverdeling? Het Hof kan geen opdracht geven. Ja, laten dus ik zeg het zo. Laten we helder praten. Ja, 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 klopt. Laten we helder praten. Ja, het Hof helemaal. Heeft iets geconstateerd. En het is nu op het bureau van de regering en de DNA, want die zijn de wetgevende macht in onze grondwet. Wetten komen tot stand door regering en DNA later. Ja. Die moeten gaan werken aan de wijziging van de kiesregeling. Ja, en we hebben daarvoor 2/3 meerderheid nodig. Voor zetelverdeling wel, niet voor alle delen van de kiesregeling. Ja, dus... Een, voor zetelverdeling hebben we 2/3 nodig. Ja. Dat staat ook in de grondwet. Als gewezen voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau, u zult het weten, ik heb ook begrepen van... een andere bestuurskundige dat die operatie al was gevoerd. Dus in feite, Asan Dikba, Navharin Puru, tak eventjes. Ik heb als OKB-voorzitter ja. Vanaf 2005 tot en met 20 heb ik steeds na elke verkiezing evaluaties gedaan. Dus ook in die rapporten te vinden. Ja. En een van de adviezen die zeker... naar de regering is geweest, ik dacht in 2010 hoor, ik weet het niet precies meer, was dus de kwestie van die zetelverdeling dat het ondemocratisch is. En dat men moet gaan naar het systeem dat je elke verkiezing nagaat waar de migratiegolven zijn in het land. Klopt. Om te zien hoeveel mensen weggaan uit een district en naar een ander district gaan. Dat is die migratiegolf die ik bedoel. En dan kun je een democratischer systeem krijgen door een goede zetelverdeling aan te passen. Maar dat is niet geregeld in onze wet. Wat nu geregeld moet worden, is dit gedeelte wat ik net uitleg. Want als je weer gaat vaststellen wat de zetelverdeling is en je geeft de mogelijkheid niet in die wet dat men wel rekening moet houden met migratiegolven, is deze wet over 10 jaar weer in strijd. Ja. Met de grondwet. Oké. Okay. Is die weer niet democratisch? Het is. Het district evenredigheidsstelsel is ook niet de meest democratische stelsel. Daarom ben ik een voorstander van landelijke evenredigheid. One man, one vote, one value. Maar ja. Dat is een hele andere discussie. Die wil ik nu niet erin gooien. Ja. Maar we hebben nu wel met deze stap bereikt dat het systeem democratischer wordt. Een beetje meer democratie krijgt, om het zo te noemen. Ja. Maar we zijn er nog niet. Maar het is een eerste stap. Laten we daarmee blij zijn. En laten we praktisch zijn, stel ik voor. Want die theorieën die ik de afgelopen dagen heb gehoord... en waarmee journalisten me geconfronteerd hebben... nou, die vliegen echt de pan uit. Ja. Want allerlei dingen die compleet niet op de wet gestoeld zijn... worden beweerd. Ja. En zo heb ik ook mogen lezen dat... vanuit de kabinet VP gezegd wordt, het Hof geeft slechte advies. Ja. De regering hoeft het niet te volgen. Dat is absoluut niet waar, dan waarom staat het in de grondwet? Ja. Dus... Weet je waarom zegt de grondwet? Dan is die wet onverbindend. Ja. En al is er geen opdracht aan de regering, bij een goed bestuur begrijpt elke regering en DNA, mensen, we hebben haast. We moeten deze wet maken. En ik ben er voorstander ervan, of ik adviseer eigenlijk open, laat die wet dit jaar nog af zijn, want als je uitgaat van de volgende geplande verkiezingen, 25 mei of daarvoor of daarna, maar anyhow in 2025, gaat volgend jaar een meetmoment zijn om te kunnen bepalen of kandidaten zich werkelijk kandidaat kunnen stellen in een district. Je moet namelijk minstens 2 jaar voorafgaand aan die verkiezingen in het district wonen en leven. Ja. De residentie moet daar zijn. En dat is één. Dat betekent, want politieke partijen kijken ook naar hoeveelheid zetels wat je kan halen in een district
om hun planning te maken. Ja. En dat mag je ze niet ontnemen. Ja. En deze wijziging, ik laat stom verbaasd dat er weer een commissie komt van allerlei mensen die het vonnis moeten gaan bestuderen. Ja. Het komt vanuit het presidentieel kabinet, las ik vanmorgen. Ja. In een van de kranten. En ik vroeg me af, Mikado, wat is zo moeilijk aan dit ding? Ja. Het Hof is helder. Artikel 9 moet worden aangepast. En het is simpel om aan te passen als je gewoon even naar Guyana kijkt of Trinidad of waar. Want zij hebben dit systeem. Van, zij hebben het wel. Dat ze de grens 1, de grenzen van hun constituencies, van hun districten. Die worden geloof ik om de 10 jaar aangepast als het nodig is. En het aantal en de zetelverdeling wordt aangepast per verkiezing als de migratie. Afhankelijk van. Ze maken een objectieve indicator. Om op grond waarvan die zetelverdeling gaat doen plaatsvinden. Ik hoop niet dat men zomaar gaat rommelen aan cijfers, zomaar zetels toekennen. Ontwikkel gelijk dat systeem dat maakt dat je een objectieve indicator continu hebt om een rationele zetelverdeling te verkrijgen. Want dat is het meest democratische dat we kunnen bedenken op dit moment met de huidige situatie. Ja, dus afsluiten. Dus met de uitspraak, als het wordt ingevoerd, dan gaat het zo zijn dat bijvoorbeeld om de 5 jaar Paramaribo meer of minder zetels kan hebben. Of Nikeri. Het hangt vanaf hoe die mensen wegtrekken. Komen we heen, dan moet ook meer. Als ik denk aan de kiezerslijst van 2020. En men hoeft niet de hele geschiedenis te gaan doen. Ja. 2020 is een meetmoment. Ja. En is er een kiezerslijst gemaakt? Op grond van de gegevens van CBB. Zijn maar 2 jaren. Ja. Als je het nu doet, zijn maar 2 jaren die je moet bekijken. Om te kijken hoe is men verhuisd van het ene district naar het andere district. Ja. Hoe gaat men doen? Ja. En dan gaan we ons ook moeten afvragen. Gaan bepaalde. Wat er namelijk gebeurt. Hoe minder mensen, hoe minder zetels. Dat is democratie. Ja, ja, ja. Het kan niet zo zijn dat je 2 zetels. 1 zetel in coronisch, volgens mij 100 stemmen. Ja. Ik bedoel. Okay. En 1 zetel in Paramaribo op dit moment is volgens mij 7000 zoveel stemmen. Ja, ja. Daar zie je al hoe ongelijk de waarde er is. Die vote heeft niet, die stem heeft niet dezelfde waarde overal in het land. En dat bereik je wel met landelijke evenredigheid. Maar goed, dat is niet gevraagd, dat staat niet ter discussie. Wat er is gevraagd, is al een behoorlijke stap op weg naar die volledige democratie. Op weg naar one man, one vote, one value.